Richt je je pensioenstelsel schokbestendiger in. Dat is het ideale, dat is de koninklijke weg. Ja, en als dat niet zo is, ja, dan wordt beleid voortdurend voor de vraag gesteld, moeten we nu ad hoc gaan bijsturen? Dat moet je natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. De rente is op het ogenblik heel erg laag. Maar ik denk dat het ook een teken is dat die voorlopig laag blijft. Dus je moet oppassen dat je niet de fout gaat maken die we in het verleden wel hebben gemaakt. Dat je kunstmatig een rekenrente introduceert die langdurig afwijkt van de markt. Er is wel een probleem op het ogenblik. En de huidige pensioenen zijn erg gevoelig voor de nominale rente. En die is wel extreem laag. De koninklijke weg is denk ik niet het veranderen van je waarderingsgrondslagen, maar het veranderen van je pensioencontract. En daar heeft natuurlijk de commissie Goudswaard belangrijk advies gegeven. Die zegt, maak het wat minder gevoelig voor die renteschommelingen door naar een reëel contract over te gaan. Ik vind dat een betere weg dan tussentijds te gaan sturen door je waarderingsgrondslagen te veranderen. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat op het ogenblik wel die nominale rente erg de pensioenfondsen treft. Dus het is wel acuut dat er wel wat gaat gebeuren. Dan heb je een aantal mogelijkheden. Als je die rente niet verandert, dan kun je of korten of de premies verhogen, zoals in 2002 is gebeurd. Ja, nou, er is een derde manier en dat is de overgang. Als je naar een reëel contract overgaat, heb je een langere hersteltermijn. Daar zit een groot voordeel in. Dat is in het verleden ook wel toegepast om het pensioenfonds iets meer tijd te geven. Een alternatief zou kunnen zijn premie verhogen. Dat is wel weinig aantrekkelijk op het ogenblik in deze economische situatie. We hebben die jaren 2002 gehad, dat er ook een recessie was. Ook de aandelenkoersen flink gedaald zijn. Toen zijn de pensioenpremies 5% punten verhoogd. En dat heeft een soort pensioenrecessie in Nederland veroorzaakt. Dus dat is iets wat je niet wil. Het is ook de vraag of dat optimaal is. We hebben nu in het huidige contract, als de rente daalt, gaat automatisch de premie omhoog. Eigenlijk moet je natuurlijk nadenken, als de rente daalt, wat je dan met je pensioenen zou willen. Als de rente daalt, wil je eigenlijk, ja, wat sparen minder effectief. Dus een alternatief zou kunnen zijn om te zeggen, we gaan niet de premie verhogen, maar we zouden bijvoorbeeld de jaarlijkse groeipercentage van je pensioen kunnen verlagen, het opbouwpercentage. Op die manier kan je de huidige pensioenen wat in stand houden en koop je ook wat uitstel naar de toekomst toe en hoef je nu niet acuut die premies te verhogen. Ook dat past niet helemaal binnen het huidige contract. Ook dat pleit voor om nog eens keer kritisch naar het huidige contract te kijken. Er zijn steeds meer groepen die overgaan naar verzekeren in plaats van de bekende weg. Dat zet een druk op de solidariteit. Dat zet een druk op de solidariteit. Ik kan met enerzijds, kan je het wel voorstellen, het huidige contract geeft veel gedoe. Het is ook voor de deelnemers is het een weinig transparant contract. Eigenlijk is het een ouderwets idee van ik heb zoveel procent pensioen van mijn eindloon. Maar dat kunnen we al lang niet meer waarmaken. Je pensioenresultaat wordt gedicteerd door de beleggingsresultaten van het fonds. En dat moeten we erkennen. En het huidige contract communiceert wat dat betreft gewoon slecht met de deelnemers. Als we dat niet oplossen, dan wordt het inderdaad aantrekkelijk om dan te zeggen, nou ja, we stoppen met dit contract en we kopen het af bij verzekeraars. En we ruilen het in voor een verzekerd contract. Maar dat is eigenlijk niet het optimale contract. Niet wat je als econoom zou willen. De kracht van het huidige contract is dat het solidariteit tussen generaties inhoudt. In slechte tijden betalen de jongeren wat voor de ouderen en in goede tijden profiteren de jongeren wat extra meer. Alles tegen nette onderlinge prijzen. Dat is de kracht van ons pensioencontract. Dat kan ook heel goed werken, maar dat moet dan wel voor alle partijen moet dat helder zijn wat hun rechten nou precies zijn. En op het ogenblik is dat denk ik en voor de jongeren die twijfelen van wat hebben we nou precies in ons pensioen en de ouderen zijn ook niet meer zeker. Dus het is heel erg belangrijk dat er helderheid komt over wat we zeggen de eigendomsrechten van het pensioencontract. Als je dat niet helder krijgt, dan denk ik dat op termijn dit pensioenstelsel een probleem heeft.